Meneer Annemans, wil u vragen aan de minister van eerste minister en minister van Financiën. En dan mevrouw Rutten en dan mevrouw Wouters, de fiscale druk. Meneer de eerste minister, voordat u gaat lopen, ik mag toch betreuren. Nou, dat zal hij niet meer verstaan. Losgekomen van de vertaling, neem ik aan. Ik mag toch betreuren, meneer de vicepremier, dat de eerste minister gaat lopen omdat ik de vraag aan hem had gesteld. Ik moet mij excuseren dat ik nu afdaal naar van die lage zaken als de vooruitzichten, de economische vooruitzichten van het planbureau. Nadat we de bad stories van meneer Di Rupo hebben mogen vernemen, verdwijnt hij en geeft hij aan zijn taaladjunct, aan zijn referendaris, of hoe ziet u uw functie eigenlijk, ik weet het ook niet, aan zijn souffleur, mag ik wel zeggen, de opdracht om dus die vragen te beantwoorden over een deze morgen toch wel hard binnengekomen bericht dat het planbureau heeft berekend. Ja, ik zeg niet, meneer de minister van Financiën, dat u niet bevoegd zou zijn om over de fiscale druk te spreken. Ik ben zelfs heel blij, want nu kan ik de bal leggen waar hij hoort, namelijk bij de Vlaming die de regering Di Rupo ondersteunt. En waar de regering Di Rupo op steunt. Ik wou gewoon aan Di Rupo vragen, weet u dat Di Rupo 1 een regering, een belastingregering is, waarvan u ook het planbureau zegt dat we de komende jaren mogen verwachten dat België verder stijgt naar een 45% belasting van zijn eigen binnenlands product door de overheid die daar geen verantwoording meer voor kan afleggen. En dat dus Di Rupo 1 wel degelijk een belastingregering is, want het planbureau voegt er zelf aan toe dat na de 3,5 miljard operatie van de begroting en de 400 miljoen operatie van de begrotingscontrole van vorige week, wij nu inderdaad aan dat cijfer zijn beland van die bijna historische, nee, niet bijna, bijna de absoluut historische hoogte waarmee deze regering denkt de bevolking te moeten belasten. En dus het planbureau laat u geen enkele ruimte. Het stabiliteitsprogramma dat u voor uzelf hebt opgesteld zal de zaak alleen maar verergeren. En dus met andere woorden, mijn vraag zou geweest zijn aan meneer Di Rupo, maar ik zal zeer blij zijn als de CD&V van dienst, die dat ook namens de VLD zal doen, en de andere overgebleven Vlaamse partijen die regering Di Rupo ondersteunen. Ik zal zeer blij zijn om zeker van hen het antwoord te vernemen. Bent u van plan om op middellange termijn te zorgen dat we dat tekort terug naar beneden halen? Met welke belastingverlagingen gaat u dat doen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Bedankt, meneer Annemans. Mevrouw Rutten. Meneer de minister, collega's. Deze week hebben we niet alleen een rapport gekregen van het planbureau, er is ook een rapport gekomen van Eurostat. En allebei die rapporten bieden ons het voordeel van een objectieve analyse, specifiek ook voor wat betreft de fiscaliteit van ons land. En wat blijkt? Na de substantiële daling van de lasten op arbeid in de periode 2000-2006, staan we voor wat die lasten op arbeid betreft opnieuw op de tweede plaats in Europa. En ook op vermogen, collega's, staat België derde in de rij. En u moet dat niet vertellen aan iedereen die vandaag zijn kadastraal inkomen in de bus krijgt. Conclusie. En ik zal heel duidelijk zijn, meneer Annemans. De limieten zijn bereikt. De limieten zijn bereikt, meneer Jambon. En als die bereikt zijn, is dat ook dankzij uw werk van uw minister van Begroting in de Vlaamse regering, die met 750 miljoen de belastingen op arbeid heeft laten stijgen. 750 miljoen, dankzij de N-VA. Dankzij de N-VA. Op arbeid. Ze zijn bereikt. Onder Verhofstadt, meneer Weitz, zijn ze gedaald. Maar bon, het is economische crisis. En dus, meneer de minister, komt het erop aan om de juiste conclusies te trekken. Als je ziet dat we tweede staan voor arbeid, derde staan voor kapitaal en vermogen, onderaan staan voor vervuiling en milieu, dan dient er zich een hervorming op.
Een hervorming en een vereenvoudiging. En ik heb u dat horen zeggen, meneer de minister. U bent naar aanleiding van het Eurostat-rapport in de pers geweest en enerzijds hebt u gezegd, als we uit de crisis komen, moet er iets gedaan worden aan de lasten op arbeid. Anderzijds hebt u gezegd, in de tweede helft van deze legislatuur moet er iets gedaan worden aan de lasten op arbeid. Wel, de oproep van mijn fractie is, u moet nu beginnen met die hervorming van de lasten op arbeid. En we kunnen dat allemaal samen doen, collega's. Allemaal samen. Allemaal samen. Wel, ons land heeft dit nodig in zaken competitiviteit. En dus, meneer de minister, wacht niet. Ik ben klaar, meneer de voorzitter. Wacht niet. Zorg voor een vereenvoudiging, dat hebt u zelf aangekondigd, en zorg voor een hervorming in de fiscaliteit. Onze burgers hebben dat nodig. Dank u wel. Mevrouw Wouters. Dank u wel, meneer de voorzitter. Collega's, meneer de minister. Ik moet mijn collega's bijtreden. En ik citeer dan ook heel graag vandaag de tijd. De belastingdruk hoger dan ooit. Maar wat mij nog meer interesseerde, was die regel daaronder. De maatregelen van de regering, die roepen, zijn de belangrijkste oorzaak. Nu, volgens mij is dat een regering waar u liberalen van de VLD in zitten. En ik snap... Mevrouw Rutte, ik snap dan dat uw betoog niet. Waarom heeft u dat niet binnen de regering proberen te bewerkstelligen dat we hier daarvoor niet moesten staan? Nu, de maatregelen van de regering. Onder andere de verhoogde roerende voorheffing. En u spreekt van de Vlaamse regering. Uw Verhofstadt wou dat ook afschaffen. Dat is een andere opmerking, want ik weet dat u mij daar gaat over aanspreken. Nu, we zien hier... In de toekomst gaat het nog niet verbeteren, want als we naar het stabiliteitsprogramma gaan kijken, dan zijn we er nog niet vanaf. En natuurlijk, een van de grote problemen hier in dit geval zijn de lasten op arbeid. En mijn vraag is, dat gaat dadelijk heel kort zijn, want u, meneer de minister, heeft deze week zelf gezegd dat dit een probleem is en dat we dit snel moeten aanpakken. Alhoewel, mijn vraag is kort en bondig. Wat gaat u doen? Maar nog veel belangrijker, meneer de minister, wanneer gaat u iets doen? Meneer de minister.